Welkom in het hotel. We zijn hier in de receptie van het Intercity Hotel. Tevens de lobby, restaurant en bar. En hier komen we in ons ontbijtrestaurant. Waar iedere ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet klaar staat voor onze gasten. Er moeten nog wat dingen gebeuren. Inrichten, schoonmaken. Volgende week donderdag komen de eerste gasten. Dan zijn we hier in een van de kamers op de hoogste etage, de 9e etage. Met een supermooi uitzicht over de stad. Een stad waar de laatste jaren weinig hotelkamers waren. Vervelend voor bijvoorbeeld de horeca in de binnenstad. Bezoekers van een late voorstelling in het muziekkwartier vertrokken na een voorstelling vaak meteen weer uit de stad. De hoop is nu dat die mensen een nachtje blijven. Je moet het zien van maandag tot en met donderdag dat we dan de zakelijke gasten voornamelijk willen faciliteren. En dan in de weekenden de stadsbezoeker, de toerist. Dus echt een mix van beide. In de stad waar jarenlang geen groot hotel zat, schieten ze nu als paddenstoelen uit de grond. Want naast het Intercity Hotel met 126 kamers, bouwt Van der Valk aan de Zuiderval 150 hotelkamers. Dat hotel gaat volgend jaar open. De concurrentie zal groot worden. Dat denk ik wel. En aan de andere kant brengt het ook weer kansen mee voor de stad Enschede. Met het organiseren van congressen en alle andere grote activiteiten. Dus ja, we zullen het zeker merken als het andere grote hotel komt. Maar het is ook een welkome aanvulling voor de stad Enschede. Jullie vrezen niet voor lege kamers dan? Vrezen is een groot woord. En dan is het zaak om zelf beter te zijn dan je collega.